Ja, lieve vrienden, het is alweer middag en het is zaterdag en het is de 18e vandaag. Ja, ja. En ik wens jullie allemaal een heel hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, ja. Ik ga zo meteen even lekker door de stad. Het is zaterdag. We hebben de zaterdagmarkt. En ik heb mijn lunch net op, ja, ondanks dat het al wat later is dan normaal, maar dat doet er niet toe. En andere dingen heb ik even gedaan. En ik heb mijn nieuwe paarse jurk mee, die ik al aan heb gehad. En die vlindertjes en bloemetjes, die heb ik in een tas gedaan, die gaat mee, omdat die schouder steeds zo afzakt. Nou, dat wil ik niet. Dus dan ga ik mee even naar een winkel. Die lappenstof koopt en lint en kant, etc. Zolang die er nog is, want er is al sprake van dat die ook gaat doeken. Dat die weggaat. Dus ja, dus er even naartoe. En dan hopen dat ik daar ook kan slagen. En anders hebben we nog een naaimachinewinkel, die verkoopt ook het een en het ander nog erbij. Dus ja, dan ga ik daar anders naartoe. En even de markt over. En ja. Neem dus de deze camera mee. Maar voor de rest, ik weet niet of ik wat zie, ja of nee. Zo niet. Pech. Is zo wel leuk, gezellig. Ja. En dus. We zien wel waar het zal stranden. En dan moet ik, als ik terugkom, de vaten van in de droog in de vaatwasser zetten. Hondje heeft eten gehad, de poesjes die krijgen vanavond pas. En mijn hondje, ja, die krijgt twee keer, maar de ene keer laat hij 's morgens staan. Tenminste, wanneer ik aan mijn bed kom, krijgt hij, maar dat laat hij 9 van de 10 keer staan. En nou heeft hij één kopje gehad, maar ja, dus dat ligt er nog. Dat is niet veel meer, dus ja, komt goed, hij had meer. Dus, maar dat komt wel allemaal goed en ik ga mijn koffie opdrinken en dan ga ik mijn start klaarmaken. Ik zou zeggen, tot straks. Meisje lust het ook hoor. Ja. Kijk, meisje lust het ook. Wat een dikkie. Oh. Hé, kom maar. Prinsesje, ga maar eten. Oh, wat lekker. Ja, lieve vrienden, we zijn dus weer thuis en onderweg heb ik niks gezien wat er gevlogd kon worden. Nee, maar ze eten toch niet op. Nou, dan moet ik even eromheen zo, kijk er net door. Ga jij eens opruimen. Hé, ga maar opruimen. Goed zo. Nee, ik heb wel een hele mooie rok gescoord. Ik ben geslaagd voor lint bij mijn jurk, dat was mijn 50 cent. Nou, dat is lachen. Enkel de winkel die gaat hoogstwaarschijnlijk wel opruimen, want het is leegverkoop. Want die vrouw, waar het van is, die is 70 jaar. Dus ja, hoog tijd dat ze gaat stoppen, hè. En de man die is ook ziek. En ze houdt erop mee na de kerst. Maar, er zit een kleine maar aan vast. Ze gaat nog in gesprek met eentje en dat zal in oktober wezen. En ze hoopt dat die de zaak overneemt. Dus dat is afwachten. Maar wel te hopen dat het gaat lukken. Niet alleen voor haar, maar ook voor de heldenaarsen. Ja, de dames die graag zelf wat in elkaar willen zetten. Qua kleding. Maar oké, ik zal even zien naar die rok en dat laat ik jullie dan ook even zien. Dus ja, tot zo meteen. Doei. Ja, en de rok die pas ik. Het is een zwarte, dus die staat leuk bij mijn broek en bij mijn shirt die ik aan heb. Maar of jullie het zien kunnen, ik weet het niet. Het is echt ja, grandioos. Het staat leuk bij elkaar. Ja, maar wat niet zo leuk is, er staat een ambulance voor mijn deur. Ja, dat is minder prettig. Dat is voor mij deur.
Dus ja, er is wat los hier in de straat. Ik weet het niet. Kan in onze straat wezen, maar het kan ook in die straat wezen. Maar de voordeuren zitten aan de andere kant. Dus waar het exact is, Joost mag het weten. Ik ga mijn vaatwasser vullen. Ik heb vanavond een stukje kipfilet. Dus ook lekker. En ik ga even koffie maken en de vaatwasser vullen. Dus, maar ja, de rok, ja, ik vind hem heel erg leuk. Ja, het past leuk bij mijn, Astrid die zegt Pieper de Clownbroek. Nou, het is geen Pieper de Clownbroek, maar een harenbroek. Ja, ze weet niet wat een harenbroek is, denk ik. Maar de rok, die vind ik ook heel erg leuk. Dus, mijn shirtje staat erbij. Dus, ja, vindt hem heel erg leuk. Ja, ja. Dus ja, lieve vrienden, ik ga even aan het werk. Dus ik zie jullie straks alweer. Doei, doei. Nou, lieve vrienden, de ambulance is weg. Dat was niet veel bijzonders dat ze daar een ambulance voor laten komen. Ik begrijp dat niet, maar in ieder geval een hele opstoot ervoor. Het ging om een meisje die gewoon liep. Aan haar was niks te zien, maar de andere jeugd die had des te meer lol. En zij had op een gegeven moment ook heel veel lol, want ze mochten allemaal die ambulance bekijken, bewonderen en doen. En even zwaailichten aan zonder geluid. Ik weet het niet, maar ik vond het een beetje flauwekul om daar een ambu voor te laten komen. Dan neem je het kind op als het al wat markeert. Zet je je auto of achter op de fiets of je neemt een taxi of weet ik wel wat. En je gaat naar de eerste, naar de huisartsenpost toe in het weekend. Daar heet de huisartsenpost voor. Maar je laat niet zomaar voor een, weet ik wel wat, een zere knie of weet ik wel wat. Terwijl ze nog lopen kan, een ambu komen. Ja, maar ja, wie ben ik hè? Ja, wie ben ik? Ook al is het je kind. Je kan wel stap ondernemen. Sturen ze zelf een ambulance, dan is het anders mee. Ik kan met mijn pet niet bij in ieder geval. Laat ik het zo maar even benoemen. Ja. De vaat die zit in de vaatwasser, die draait. Mijn kipfiletjes ligt klaar. En mijn koffie is nog te heet om te drinken. Maar ik pak er een koekje bij en ik verdwijn naar de andere kant van de kamer. Om achter de pc te zitten en de vlog van de afgelopen 2 dagen even in elkaar te zetten, zodat die ook weer naar YouTube kan. En dan zien we wel weer wat ik ga doen voor vandaag. Dus ik zeg tot straks maar weer. Doei, doei.